donker en hier wordt het langzaam licht. Welkom bij dit virtuele event, waarin we de marktkansen in aanloop naar de Olympische en de Paralympische Spelen in LA in 2028 met jullie willen delen. Ik ben Dirk Jansen, sinds augustus consul-generaal hier in San Francisco. En ik moet zeggen, ik kijk ernaar uit om jullie straks, wanneer het allemaal weer veilig is, ook offline hier aan de Westkust te kunnen begroeten. Wij hebben reikhalzend uitgekeken naar het kansenrapport dat vandaag gepresenteerd wordt, omdat we samen met jullie aan de slag willen met het verzilveren van die kansen. We hebben natuurlijk in juli, daar hebben we ook net wat stukjes nog van gezien, een verkennende missie gehad, waarin we de kansen eigenlijk voor het rapport in kaart gebracht hebben. En de FME heeft die kansen de afgelopen maanden uitgewerkt in het rapport. Dat gaat niet vanzelf. Het opstellen van zo'n kansenrapport, dat is een marathon op zich. Dus ik wil dan ook graag namens het team op het consulaat onze partners bedanken. De partners die ons hebben geholpen om de eindstreep te halen. RVO, in het bijzonder Barbara Staals. FME, Aafke Mak, die ook dadelijk het rapport zal presenteren. Onze lokale sportexperts Sascha van der Most van Pijk en Dirk-Jan van Hameren. De City of LA natuurlijk en het LA 2028 team. De sportkoepels in Nederland, met name Ruben Dubbelaar van Sport NL. En tot slot alle bedrijven en organisaties die input hebben geleverd voor het rapport. Dat zijn er gelukkig heel wat. Ik wil ze toch even allemaal noemen. NOC, NSF, veel dank aan Maurits en Hanneke. KNVB, Orange Sports Forum, Holland Circular Hotspot, Revolution, Amsterdam Smart City, Amsterdam Trade, MTD Water, Kersten Europe, KNBSB, Signify en Atos. Heel veel dank aan jullie allemaal. En dit rapport was bovendien ook niet ontstaan zonder de inspanningen van het team op het consulaat en op het MBSO in LA. Dus Deborah en Peter, ook heel veel dank aan jullie. Goed, als vermoed sportfan kijk ik vol verwachting uit naar wat we samen kunnen gaan neerzetten rondom de Olympische Spelen. Met het Nederlandse bedrijfs- en sportleven. Het is nog iets meer dan 7 jaar weg. Dat lijkt nog best ver weg. Maar tegelijkertijd is LA natuurlijk nu al, zou je kunnen zeggen, de sporthoofdstad van de Verenigde Staten. De Lakers en de Dodgers, allebei kampioen, om maar eens wat te noemen. En ook voor 2028 komt er al heel wat aan sportieve hoogtepunten aan. De Super Bowl in 22, US Open in 23 en niet te vergeten WK voetbal in 26. Dus voor elk wat wils en hele mooie kansen voor Nederland. Niet alleen op sportief gebied. Want wij denken dat Nederlandse expertise echt van pas gaat komen hier. LA 2028 wil de groenste Spelen ooit neerzetten, om maar eens iets te noemen. En de Spelen ook als aanleiding nemen voor positieve sociale impact binnen alle gemeenschappen in de stad. En wij geloven dat Nederland echt heel wat kennis te bieden heeft. Als ervaren partner en een wereldwijde frontrunner. Bijvoorbeeld op het vlak van circulaire economie en de groene gebouwde omgeving. We hebben natuurlijk fantastische expertise in het bouwen van smart stadiums. En we zijn het inclusieve sportland bij uitstek natuurlijk. Dus kortom, ik denk dat we echt een succesformule in huis hebben om als land op vele vlakken goed te scoren op LA 2028. Dus vandaag willen we jullie graag meenemen in de kansen die we zien in aanloop naar de Spelen. We willen jullie ook waar mogelijk motiveren tot clustervorming. De FME, het consulaat en het MBSO in LA staan, wij staan klaar samen met onze partners om jullie proactief bij te staan bij jullie volgende stappen hier aan de Westkust. Dus hopelijk kunnen wij samen voor goud gaan in LA. Heel veel dank voor jullie deelname en ik kijk ernaar uit om met jullie samen te werken in de komende jaren. En ik draag het hierbij over aan Aafke. Super, hartelijk dank Dirk. Hartstikke leuk ook om jullie te leren kennen eigenlijk voor deze hele groep. Fijn om te horen dat het enthousiasme met betrekking tot sport en infrastructuur ook bij jou er vol in zit. Dus we gaan met elkaar goed aan de slag.
Ik ga het mezelf even makkelijk maken door eerst een aantal technische mededelingen te doen om daarna een poging te doen om mijn slides met jullie te delen. We willen graag even in verband met de breakout rooms die we zo gaan opzetten, aan iedereen vragen om even zijn naam aan te passen binnen Zoom, zodat wij goed kunnen zien wie je bent en van welk bedrijf of welke organisatie je bent. Voor degenen die Zoom niet zo heel vaak gebruiken, dat doe je door te klikken op participants, dan op je eigen naam en dan op more en dan kan je rename. Dat maakt het voor ons ontzettend makkelijk om jullie in te delen in de juiste kamer, zeg ik het maar even straks. Dus als jullie dat alvast even willen doen terwijl ik aan het babbelen ben, dat zou echt fantastisch zijn. Daarnaast even de vraag om jezelf wel op mute te houden. De camera mag natuurlijk wel aan, dan spreken wij ook niet tegen een lege ruimte, maar muten heel graag. We zullen straks beginnen met het programma en het is natuurlijk heel fijn als jullie al vragen hebben. Dus mocht er iemand aan het spreken zijn, denk ik wil echt een vraag stellen, gebruik daar vooral de chat voor. En uiteindelijk zullen we natuurlijk ook een Q&A doen waarbij jullie de vragen gewoon kunnen stellen. Ik ga nu even kijken of ik mijn scherm kan delen. Dan heb ik even van iemand een thumbs up nodig. Deborah, kan jij even laten weten of je het doet? Ja, fantastisch. Helemaal goed. Dan gaan we door. Ik neem jullie in eerste instantie even mee in het programma. We hebben nu net natuurlijk een fantastische eerste introductie gehad van Dirk. Dus dat is hartstikke mooi. Hij noemde er al een aantal punten die straks in mijn presentatie van het kansenrapport ook terug gaan komen. Ik ga jullie niet door het hele rapport meenemen, want dat zijn 69 pagina's schoon aan de haak. Ik ga hem wel met jullie delen, zodat jullie hem straks ook na deze sessie meteen kunnen bekijken. Om de een of andere reden staan er bij mij rode strepen over mijn presentatie. Ik weet niet of het bij jullie ook zo is, maar mocht dat zo zijn, gelukkig is het nog leesbaar. Nadat ik even kort de kansen heb toegelicht, gaan we kort het sportlandschap in LA daar wat meer te weten over krijgen. Dat is natuurlijk fantastisch om hoe noem ik dat, setting the scene te doen. Daarna neemt Peter Post van MBSO LA het over om wat meer te vertellen over het fantastische Nederlandse team wat er inderdaad in de regio LA zit, die jullie kan helpen, LA en San Francisco. Vervolgens gaat Deborah van het Consulaat-Generaal in San Francisco wat meer vertellen over het sportbeleid van het CG. En neemt Victoria het over om de trajecten die er al lopen op het gebied van mobiliteit, water en infrastructuur ook even te onderstrepen. Dan hebben we dus even een plenaire Q&A. Stel dus vooral je vragen in de chat. En mocht je dat nog niet gedaan hebben en je hebt toch een vraag, stel die dan vooral tijdens de Q&A. En daarna gaan we natuurlijk de breakout sessies in, waar we met elkaar gaan netwerken, elkaar gaan spreken over eventuele ervaringen en wants and needs voor de komende tijd. Waarbij het inderdaad, zoals Dirk al aangaf, heel belangrijk is dat we uiteindelijk naar een fase van consortiumvorming toe willen. Dus dit is daarvoor de eerste stap. Maar voor die tijd, heel even kort, de belangrijkste highlights van het kansenrapport Olympische Spelen 2028 Los Angeles. We hebben deze eigenlijk zoveel mogelijk voor jullie samengevat in de vorm van een top 5. Waar liggen nou de grootste overeenkomsten tussen wat Nederland te bieden heeft, wat een hoop is, al zeggen we het zelf, en wat men in LA de komende 8 jaar wil gaan ontwikkelen. Nou, dat zijn een aantal thema's die dus in het rapport uitgebreid beschreven worden ook. Het gaat hierbij om duurzaamheid. We merken dat ook al bij Parijs, maar ook voor LA staat duurzaamheid en verduurzaming in aanloop naar de Spelen heel hoog op de agenda. En dat is dus een thema wat overal terug zal komen. Dat is gelukkig ook iets waar we in Nederland heel, heel goed in zijn. Dus wat dat betreft zouden we richting iedereen willen aangeven. Neem dat ook vooral mee in je verhaal en je storytelling. We hebben het dan over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Inmiddels is natuurlijk ook
de president die er aankomt in de VS, wat vriendelijker, bijvoorbeeld richting het Klimaatakkoord van Parijs. Dus dat is een mooi aanknopingspunt. Dan mobiliteit. Los Angeles is al jaren een stad van de auto en daar wil men verandering in brengen. Gelukkig hebben we in Nederland veel ervaring met dingen als openbaar vervoer, alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals, hoe apart ook, fietsen. En kunnen we daar zeker ook een rol van betekenis in spelen. Dan de gebouwde omgeving. En er zit natuurlijk ook een stukje smart stadiums. Die categorieën zit daarbij. Er worden heel veel gebouwen en stadia gerenoveerd. Komende jaren in aanloop naar de Spelen. Waarbij duurzaamheid natuurlijk ook bovenaan staat. En ook daar kunnen we een rol van betekenis spelen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor water. Nederland is een waterland. We hebben daar al veel jaren mee te dealen, maar dat geldt ook voor de regio LA. En daarom zijn we daar ook een prettige uitwisselingspartner in. En het werd al eerder aangegeven, en ik neem aan dat Sascha daar zo ook wat over zal vertellen. Breedtesport, daar lopen we in Nederland ontzettend in voor in vergelijking met de VS. We zijn redelijk goed in het aan het sporten krijgen van onze samenleving en alle positieve consequenties die dat ook heeft voor levensgeluk, voor gezondheid, maar ook voor de beschikbare infrastructuur. Ik hou het hier even bij. Ik kan nog zoveel meer vertellen, maar ik nodig jullie van harte uit om straks gewoon lekker te gaan lezen. Kies daarbij vooral de elementen uit. En wat ik zei is 69 pagina's die voor jou relevant zijn. En bij vragen weet ons absoluut altijd te vinden. En ik ga nu het stokje doorgeven. Ik denk dat die door mag naar Sascha. Klopt dat, Sascha? Ben je er klaar voor? Een klein knipje. Ja, dankjewel, Aafke. Ik ga eerst mijn scherm even delen. Kijken of dat lukt. Zien jullie mijn grote oranje bril? Ik neem aan, van wel. Oké, goedemorgen. Virtueel welkom vanuit Los Angeles. Een stad waarin ik mij na dik 20 jaar inmiddels bijna net zo thuis voel als in Den Haag. En na al die jaren vraag ik mij nog regelmatig af hoe een Nederlander door zijn sportbril naar Los Angeles kijkt. Kijk hoe slijt. En de beste manier om daarnaar te kijken, in mijn geval, is door mijn eigen ogen. Ik ben opgegroeid bij een traditionele voetbalclub uit Den Haag, Kwik. En bij die club doorliep ik alle jeugdselecties en stroomde daarna door naar het eerste elftal. En dat was ook dezelfde club waar mijn vader en mijn broer speelden. Binnen de club leerde ik eerst wedstrijden leiden als scheidsrechter. En stroomde daarna door op mijn 15e als coach van de jongere elftallen. Daarna begon ik mijn studie aan de HALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Den Haag. En na mijn eerste bezoek aan Californië heb ik mijn TC3 gedaan bij de KNVB, trainercoach 3, en dat was in 1996. Daarnaast hield ik gewoon van sport. Volleyballen op het strand, tennis in de bosjes van PEX, basketballen met wat vrienden in de buurt, of surfen in de haven van Scheveningen. Het mooie hiervan was dat alles op de fiets te bereiken was. Fiets, lopen, wandelen, alles in de buurt. In 1995 kreeg ik de mogelijkheid om naar Californië te gaan. California Dreaming met de Zimmer Brothers. Deden wij voetbalkampen in Noord-Californië. En tegelijkertijd speelde ik voor de Monterey Bay Jaguars. Dat een club was die in de USISL speelde. Dat was de voorganger van de Major League Soccer. En wij speelden met name aan de westkust van Amerika. Na drie van deze trips in de zomer van 95, 97 en 99...
vestigde ik mij in 2000 in Los Angeles. En daar werkte ik voor verschillende voetbal- en sportorganisaties, zoals de South Bay Soccer Club, Marina High School, Long Beach FC, Beach Football Club. Voordat ik in 2015 bij Chivas USA terechtkwam. Chivas USA was een MLS-club. Technisch directeur was Hans Westerhof. Thomas Ronge was de eerste hoofdcoach. En Dennis de Kloese was de director of soccer. Uiteraard een mooie groep Nederlanders waarbij ik me erg thuis voelde. En bij deze club werkte ik van 2015 tot 2005. Of sorry, 2005 tot 2015 als coach, director of the academy en de youth director, noemden ze dat. Van 2016 tot 2019 werkte ik bij de Mexicaanse voetbalbond als scout in Amerika. En afgelopen jaar heb ik een klein jaar bij de LA Galaxy gewerkt als director of the Youth Development Academy. Sascha, ik breek heel even in, want wij zien jouw presentatiemodus, niet jouw grote scherm, niet het presentatiescherm zelf. Dus ik weet niet of je dat toevallig kan aanpassen. Hey, dat is raar. Screen. Oké, nou zie ik mezelf niet. Zien jullie nu het scherm nog? Nee. Oké, zien jullie nu de presentatie? Ja, helemaal top. Oké. Wel, in 2016 richten wij Hub op. Hub is een organisatie die aan de ene kant een activatiepartner is, aan de andere kant zijn wij de boots on the ground in LA voor verschillende bedrijven. Samen met FME hebben we in het verleden trade missions georganiseerd naar LA, Silicon Valley, San Francisco, New York. Allemaal gericht op sport, sportinfrastructure en sportstack. En datzelfde jaar richten wij ook Homefield Advantage op. En Homefield Advantage is een leadership programma voor high school studenten. En wij geven een high school studenten coaching education. En met die coaching education kunnen ze ervaring opdoen tijdens naschoolse activiteiten. Ik geef jullie al deze informatie omdat het mijn sportbeleving in LA goed aangeeft. En op hetzelfde moment kan ik hier de presentatie. Er gaat iets mis met de. Ik snap er niks van. Ah, there you go. Oké. En waarom ik deze, dus ervaring hier deel, is omdat ik hierdoor goed een contrast kan geven met de Amerikaanse beleving en de Amerikaanse sport hier in deze omgeving. Als je kijkt naar de club waarbij ik opgroeide, een club zoals Kwik in Den Haag, wat puur een buurtclub is, kijk je hier naar een aantal clubs en organisaties die sport organiseren in deze omgeving. Zuid-Californië en LA. En al deze clubs zijn meer businessclubs dan buurtclubs. De fees die je hier betaalt zijn erg duur. Je begint met $3000 per jaar. Zelfs Zlatan Ibrahimovic vond het iets te gortig om $3000 te betalen om zijn kinderen te laten voetballen. En deze clubs, die hebben meestal geen eigen velden, geen clubhuis of kleedkamers. Dus de infrastructuur is er niet op georganiseerd dat de hele belangrijke sociale factoren, zoals in het Nederlandse sport, de Nederlandse sportbeleving,
die heb je daar niet. Een ander groot contrast is in mijn opinie, en Dirk had het net ook al over de Lakers en de LA Dodgers. Super traditionele LA clubs, maar deze clubs zijn over de jaren vanuit Brooklyn, in, volgens mij, ja, Dodgers zijn in 1958 vanuit Brooklyn naar LA verhuisd. En de Lakers in 1960 vanuit Minneapolis. Het is eigenlijk een, als Ajax volgend jaar naar Eindhoven zou verhuizen, is natuurlijk een raar verhaal, maar dat gebeurt hier regelmatig. Zelfs de LA Raiders zijn naar Oakland verhuisd een aantal jaar geleden en komend jaar gaan zij naar Las Vegas verhuizen. Dus gebondenheid is meer, het is een business. Zelfs bij grote clubs. In mijn opinie, Legacy Project 2028, ontwikkeling van breedte sport, sports for everybody, is een gigantische mogelijkheid. Voor met name de maatschappelijke factor komt natuurlijk ook met vele mogelijkheden om samen te werken met andere projecten. Ontwikkelen van infrastructuur die geschikt is voor lokale sport. Alternatief vervoer in de stad, fietsen, wandelen, maar ook regionaal, metro en bussen. AFK heeft dit allemaal al aangegeven. Het gebruik maken van bestaande faciliteiten in de buurten past volledig bij het beleidsplan van 2028. En de venues, er zijn 2 profclubs per sport. Basketbal, American football, honkbal en soccer. En er zijn gigantisch veel universiteiten waar de Nederlandse expertise zou kunnen helpen. Uiteraard fan experience, veiligheid, sportstack en social entrepreneurship is iets wat waar een mooie haak voor is voor Nederlandse bedrijven. Dit was mijn overzicht. En helaas liep de presentatie niet helemaal gesmeerd, maar ik draag het over aan Deborah. Veel dank, Sascha, voor dit overzicht. Ik geef het even door aan mijn collega Peter Post van het MBSO-kantoor in LA. Het MBSO-kantoor is daar geopend in januari. En Peter en Danielle zijn daar de trekkende krachten voor ondernemers ter plekke. Dus Peter, als jij even kort kan toelichten wat jullie kunnen betekenen, denk ik is dat een zeer goed handvat voor alle ondernemers en alle organisaties op deze call. Ja, dankjewel Deborah. Dankjewel Aafke voor de introductie en Sascha voor het goede verhaal. Ik weet niet of jullie de voorkant of de achterkant zien van mijn presentatie. Ik denk ik check het even. Voor de experience hier. In ieder geval goede avond allemaal. En inderdaad, Dirk gaf het al aan. Hier wordt het ondertussen licht en bij jullie wordt het ondertussen donker. Fijn dat jullie op dit tijd ook nog hier zijn. Jullie zien hier overigens het Dodger Stadium. Ik heb zojuist van Sascha geleerd dat het dus blijkbaar een club is van buiten LA. Maar dit is het stadium en op de achtergrond downtown LA. Dat is waar ik me momenteel bevind. Het is een oranje gloed vanwege de Holland kleuren. Dit is niet de Armageddon hier in downtown LA. Wees niet bang. En welkom. Ik wil eigenlijk heel kort iets vertellen over het MBSO. En met name eigenlijk de One Team gedachte die we hebben hier in het postennetwerk. En voor degenen die het MBSO nog niet kennen, wij zijn dit jaar geopend in januari. Mona Keizer was destijds nog hier. Zoals je ziet ook wat mensen gezellig samen. Allemaal pre-COVID. Het lijken rare tijden, maar dat was toen heel normaal. Zoals jullie weten. En een van de redenen is inderdaad het enorme sportgehalte hier. Het is al een paar keer genoemd, dus ik ga dat niet allemaal herhalen. Maar het is echt een sportcapital. En dat merk je ook echt als je hier bent. Dus we zijn pre-COVID begonnen. En het gebied is toch wel even altijd goed om aan te duiden. Het is een enorm gebied, ongeveer 2 keer zo groot dan Nederland. Ook qua inwoners en qua economie is het ook iets groter dan Nederland. Dat is toch altijd even goed om te beseffen. Sascha gaf het net ook al aan in zijn slide. LA County bestaat uit 88 steden. En dus dat geeft misschien ook al aan waarom hier zoveel clubs zijn. Op professioneel niveau en amateur niveau. Dus er is hier gigantisch veel te doen.
En het mooie is eigenlijk voor jullie, en dat is eigenlijk de message van mijn hele presentatie, is er staat hier een heel team voor jullie klaar. Hier on the ground sinds dit jaar. Dus ik ben hier samen met Danielle, die zit ook in deze Zoom-call met jullie. En we doen het samen met de collega's op het consulaat. Nou, aanwezig hier is al de consul-generaal, Dirk Jansen, Deborah is zeer nauw betrokken. We hebben innovatieattachés, we hebben INW-collega's op het consulaat. Er zijn verschillende mensen al druk bezig, ook met de ambassade in Washington. Daar zit een VWS-attaché die ook sportbreed in de hele VS meekijkt en meedenkt. En dat zijn allemaal mensen die hier voor jullie zijn, om te kijken hoe we Nederland hier goed neer kunnen zetten. En dat is op een macroniveau, maar ook op een microniveau. Wij als MBSO zijn ook op dat collectieve niveau heel actief met het consulaat, maar ook heel erg met onze boots on the ground. We hebben dit jaar al bijna 100 bedrijven gesport. Enkele sportsgerelateerde bedrijven ook. En dat varieert echt van het openen van een bankrekening, het vinden van personeel, het vinden van kantoorruimte, maar ook landscaping. Waar zitten onze stakeholders? Waar zitten de decision makers? En zelfs vorige week hebben we een bedrijf ook kunnen koppelen aan wellicht een potentiële productielocatie. Dus er gebeurt ondanks de hele pandemie nog heel veel. En er gaat nog veel meer gebeuren als daar de pandemie voorbij is. Dus wij kijken uit naar jullie komst hier. Zowel collectief en schroom ook vooral niet als jullie nu al graag hier informatie willen hebben of praktische hulp om contact met ons op te nemen. Want daar zijn we immers hiervoor. Heel veel dank. Ik kijk uit straks naar de breakout. En ik geef het woord hierbij over aan mijn collega Deborah. Ja, dag iedereen. Eerst en vooral superleuk. Ik zie heel wat bekende gezichten terug van bij de sportmissie. Leuk dat jullie zijn aangesloten. Dankzij jullie input kunnen we ook vandaag het kansrapport met jullie delen. En willen we ook graag kijken hoe we samen volgende stappen kunnen zetten. Dus het one-way street gedeelte is bijna voorbij van deze sessie. En dan willen we eigenlijk zo interactief mogelijk samen met jullie aan de slag gaan. Voor diegenen die ik nog niet ken, ik ben Deborah van den Branden. Ik werk op het consulaat in San Francisco op de economische afdeling. En samen met mijn collega's rol ik voor 2021 het sportbeleid uit op de westkust van de VS, waarin LA een centrale rol speelt. Nu, het sportbeleid voor LA focust op drie grote pijlers voor ons. De eerste daarvan is sport en duurzaamheid. Daarbij denken we aan het organiseren van grootschalige events op een duurzame manier. Tot eigenlijk alles wat betreft infrastructuur, zowel renovatie van bestaande sportinfrastructuur, aanleggen van nieuwe infrastructuur op vlak van stedelijke ontwikkelingen, maar ook tijdelijke locaties. Dus op dat vlak heeft Nederland heel wat te bieden. De tweede pijler die we hebben voor ogen is sport en innovatie. Daarbij kan je denken aan al hetgeen smart stadium toepassingen betreft. Ook innovaties op vlak van Internet of Things en 5G networks. Maar ook wat eigenlijk een verdiepte of een verhoogde fan experience eigenlijk kan opleveren. Gaande van broadcasting tot eigenlijk alle nieuwste snufjes. Hotdogs die worden geleverd met drones. Je bedenkt het zo gek niet. En dan de laatste grote pijler die we zien is sport en inclusie of sport en sociale impact. En daarbij denken we zowel eigenlijk aan brede sport als ook aan het verbinden van sportkoepels en sportorganisaties in Nederland met lokale counterparts, om ook meer sport meer toegankelijk te maken in de VS, om de Nederlandse sportexpertise breder neer te zetten in de VS. We focussen vooral op LA voor 2021, dus dat is goed nieuws, daar zijn jullie meteen aangehaakt. Hier en daar zullen eventueel sportevents zijn over andere delen binnen het Tresor. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan Portland, waar we stelletjes aan ook zaken beginnen uit te rollen. Maar LA is echt wel de focus waar op dit moment de meeste kansen te rapen vallen. Enkele contactpunten die ik jullie graag wil meedelen. In de maand van januari zullen we bij ieder van jullie een korte check-in doen om te kijken wat jullie plannen verder zijn. FME heeft met heel wat van jullie reeds contact gehad. Dus we nemen dat eigenlijk als startpunt om jullie plannen op de Westkust zo goed mogelijk uit te rollen. We willen daar ook een geregeld check-in moment van maken, zodat we jullie zo goed mogelijk ondersteunen in jullie volgende stappen.
Verder kunnen jullie uitkijken naar één sportevent minimum per kwartaal dat gelinkt wordt aan LA 2028. En dit in lijn met de thema's die Aafke ook reeds heeft benoemd. En dit zal steeds opgebouwd worden in de vorm van een online roundtable, gevolgd door een sociale mixer. Daarbij verwachten we de eerste in maart. Dus daar hebben jullie ook alvast iets moois om naar uit te kijken. En daarnaast slaan we ook de handen in elkaar met andere consulaten van Nederland in de VS die ook een sportbeleid aan het uitrollen zijn. Heel wat van jullie zijn reeds aangehaakt op de activiteiten van het consulaat te Miami. Jullie zullen zien dat we ook daar voor bepaalde programmatie elkaar zullen versterken in 2021. Dat gezegd zijnde focussen wij hier op de Westkust heel sterk op LA, heel sterk op de overlap tussen sport en infrastructuur. Dus alle vragen die jullie daarover hebben, laat gerust weten. Nu zijn er op het consulaat al heel wat trajecten die lopende zijn, die relevant voor jullie kunnen zijn. En daarvoor geef ik het woord graag over aan Victoria Elima, onze attaché voor klimaat en infrastructuur op het consulaat. Dankjewel Deborah. Goedemiddag allemaal in Nederland. Goed om hier even bij te zijn. Ik zal heel kort iets zeggen over de trajecten die we op dit moment ook hebben lopen op de topics die Deborah net al beschreef. En dan kunnen we wat mij betreft daarna ook snel doorgaan naar de verdere interactie. Om misschien even kort te beginnen, aansluitend op wat Aafke aangaf. In LA staat duurzaamheid centraal, eigenlijk in alle topics die we nu daar zien. De Green New Deal is daar onlangs gelanceerd. Of course zijn de Olympische Spelen daar een heel belangrijk speerpunt in. Maar die trajecten zijn al eerder ingezet. Komen deels ook voort uit het feit dat LA steeds een stukje minder leefbaar werd. Lucht werd slechter. Eigenlijk was de stad helemaal verstopt. Nu iets beter dankzij of gelet op de COVID-situatie. Maar nog steeds is dit een van de speerpunten. Als het gaat om hoe we daar vanuit het consulaat en vanuit eigenlijk Nederland in de breedte op aansluiten, zien we drie trends. Te beginnen met mobiliteit. Zijn we vanuit het consulaat actief op smart mobility, e-mobility en urban mobility. Komt eigenlijk op neer smart mobility. Daar zien we de bedrijven op die met name actief zijn als het gaat om autonomous driving, connected driving, communicatie van infrastructuur met voertuigen. Dat is iets wat daar steeds meer speelt, eigenlijk in California overall. E-mobility natuurlijk. LA heeft als ambitie om zero emissie zoveel mogelijk te versnellen. Dat betekent kansen voor bedrijven op het gebied van charging infrastructuur, maar ook advies over hoe je nou zoiets uitrolt in een stad, helemaal zo'n grote stad zoals Los Angeles. We hebben daar ook een PIB op lopen, dat is net afgerond, maar op dit moment zijn we samen aan het kijken met RVO hoe we daar goede follow-up aan kunnen geven. Er zijn verschillende dingen voor denkbaar, onder andere een soort van mobility hub. Ook wordt voor mobiliteit op dit moment gewerkt aan een automotive roadmap. Dat betekent eigenlijk een meerjarenstrategie op het gebied van mobiliteit voor Californië, waarin LA een belangrijke stad is, of course. Daar zullen ook een aantal strategische beurzen en conferenties in worden opgenomen. Wat ook betekent dat daar de komende jaren missies op zullen gaan draaien, waar ook partijen zich bij kunnen aansluiten. Daarnaast is ook urban mobility natuurlijk een hele belangrijke in Los Angeles. Daar zien wij dan met name de rol van de fiets, maar ook andere vormen van mobiliteit onder, zoals ook voetgangers, ridesharing, als het gaat om dus het gebruik van stepjes. Dat is hier ook een belangrijk ding, in Nederland nog niet, maar hier wel. Dus eigenlijk al die verschillende vormen van mobiliteit en hoe we daar nou in een stad mee om kunnen gaan, dat is een belangrijk track en daar zijn ook veel Nederlandse partijen al ook op actief. Begin volgend jaar zullen we daar ook een sessie over organiseren, specifiek voor LA. Dus ook daar zeker welkom om aan te sluiten voor degenen die dat interessant vinden. Daarnaast is een andere belangrijke pijler is water. Misschien niet het eerste waar je aan denkt bij Los Angeles, maar water is daar heel belangrijk. Zowel zo af en toe te veel als het gaat om flooding. Er loopt een hele grote rivier door de stad, de LA River. Zo in het geval dat er een heftig rain event is, dan overstroomt dat. Dus de omgeving daarvan wordt ook gekeken naar Nederlandse expertise. Hoe je daar nou mee om kan gaan, hoe je daar meer ruimte kan krijgen voor een rivier. Dus ook daar zijn Nederlandse partijen actief. Daarnaast, of course, de droogte in Los Angeles. Dus hoe kan je omgaan met ook awareness als het gaat om minder gebruik van water, maar ook slimme technologieën om water her te gebruiken. Dat is iets waar zowel de county als de city graag over met ons in gesprek gaat. Ten slotte ook circulaire economie.
In de bebouwde omgeving zitten we met name op dit moment te kijken. Daar gaat, op dit moment loopt er ook een publiek-private samenwerking die we aan het opstarten zijn met de clusterpartijen. Dan gaat het eigenlijk om een complementaire aanpak, hoe je nou een bepaald gebied zo circulair mogelijk kan inrichten. Dus gaat het om zowel het monitoren van waste streams, maar ook circulaire bouwmaterialen, gebiedsinrichting, ook weer die kans van reuse van water. Dat is iets waar dat allemaal in samenkomt. Daarnaast heb je natuurlijk nog echt meer de infrastructuurkant aan zich. Dus advisering op als het gaat om van hoe kan je nou echt ook gebouwen duurzamer inrichten. Dat zijn een aantal dingen die Los Angeles op dit moment heel erg belangrijk vindt. En eigenlijk op al die verschillende onderwerpen hebben we dus trajecten lopen. Dat kan in verschillende instrumenten zitten. Er zijn publiek-private partnerships voor aanwezig. Er worden marktstudies gedaan. Er zijn webinars. Dus ik zou je bij deze ook heel graag willen uitnodigen om in geval van vraag of interesse, Deborah of mij... of Peter natuurlijk daarover te benaderen. We kunnen de activiteitenkalender ook graag met jullie delen. Dan kunnen jullie een goed overzicht krijgen van wat er al loopt. Ik denk ook zeker dat de komende jaren richting de Olympics daar echt de focus op zal zijn. Hoe krijg je nou die stad gereed om zo'n groot event te hosten? Gecombineerd met de ambities die Los Angeles sowieso al op dit topic had. Dus ik denk zeker dat daar de meeste kansen in liggen voor de komende jaren. En daarna zal de focus waarschijnlijk iets meer richting de sporttoelevering verschuiven. Dus heel graag bij jullie interesse dan vragen richting Deborah of mij. En zien jullie graag bij een van de activiteiten. Veel dank, Victoria. Hoe kunnen jullie ons bereiken via de chat? Zometeen gaan we breakouts in. Jullie kunnen ook steeds een kort bericht sturen naar ons. Jullie vinden onze contactgegevens in het kansrapport. Daar is er een hele pagina met letterlijk alle e-mailadressen, alle namen van de medewerkers op het consulaat per gebied. Mocht daar toch moeilijkheden zijn, kunnen jullie ook steeds kort een berichtje sturen naar Aafke ter follow-up van dit event vandaag. En zij kan jullie dan ook in de juiste richting brengen. We openen het hierbij kort voor een heel korte Q&A om te kijken of jullie met bepaalde prangende vragen zitten die jullie graag in de ronde gooien. Dan kan dat nu. Het volgende deel is dan dat we in korte breakouts gaan. De bedoeling van beide delen nu is om te gaan kijken hoe we concreet richting clustervorming kunnen gaan. Ons doel is om jullie echt zo goed mogelijk versterkt als partners neer te zetten en om te kijken hoe we zo groot mogelijk impact samen kunnen maken. Dus ik open het even. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie die ofwel even in de chat plaatsen of jullie kunnen ook gerust jullie zelf even kort unmuten op dit moment en jullie vraag stellen. Ik zie geen vragen, dus dat betekent dat alles duidelijk is of dat jullie nog even aan het digesten zijn. Dan stel ik voor dat we meteen overgaan naar het volgende deel. Dat zijn de breakout rooms, waarin jullie per focus zijn ingedeeld. We doen 2 korte rondes van elk 12 tot 15 maximum minuten. Jullie kunnen nadien ook nog steeds verder opvolgen met de partners uit jullie breakout room. Veel dank alvast om vandaag aan te sluiten. We gaan nu de eerste breakout in. Daarna komen jullie even terug in deze plenaire sessie. En dan gaan we terug de tweede breakout in. Dus everyone brace yourselves. Jullie krijgen een pop-up op jullie scherm. Jullie kunnen daarop klikken om de breakout in te gaan. En aan al onze co-organisatoren, jullie kunnen op recording drukken binnen jullie eigen breakout. De recording is enkel voor interne doeleinden.
Ja, veel dank iedereen. Ik weet niet hoe het jullie verging, maar wij hadden veel te weinig tijd in onze breakout room. Dus ik hoop dat jullie alvast mooie gesprekken hebben gehad. Leuk om te zien dat we echt wel over heel wat topics heen aan het werken zijn. Ik denk sowieso, het is goed dat jullie van elkaar weten wat jullie doelstellingen ook zijn. Kunnen jullie ook korter met elkaar schakelen. Maar zoals gezegd doen we ook nog een check-in met jullie in januari ter opvolging van dit event. Tijdens deze korte mini-overgang is Aisje, onze fantastische technische backup support, volop bezig met het klaarzetten van de tweede ronde voor de breakout rooms. Aisje, ik stel voor, vanaf je klaar bent, dat je dat gewoon even kort in de chatbox kan zetten, maar ik weet dat dat even duurt. Misschien, ik hoor graag even, in ons gesprek ging het vooral over vitaliteit. Het ging ook over de rol van fietsen op dat vlak. Dit hadden we nog niet meegedeeld daar straks, maar kan ik jullie hier wel kort even als teaser meegeven dat we met het consulaat in 2021 ook verder heel sterk gaan focussen samen met MBSO LA op fietsen. Onze expert daarvan, Jan Trop, is ook aanwezig. Jan, dit hadden we niet zo gepland, maar jij kan je vast wel even kort unmuten en kort even toelichten. Jij bent heel nauw in gesprek met verschillende fietsverenigingen, zowel in Nederland als ook hier. En we willen samen natuurlijk ook toewerken naar verdieping van de fietscontacten in 2021. Ik kan misschien kort even het traject op vlak van fietsen toelichten. En ik kan alvast kort even meedelen dat we voor 2021 een roadshow rond fietsen plannen doorheen enkele steden in het resort. Met de kick-off daarvan in LA. Als alles goed gaat, zal dit rond de zomer zijn, waar we ook sensibilisering rond fietsen willen doen. Zoals jullie weten zijn er nog nooit zoveel fietsen verkocht in de VS als nu tijdens de pandemie. Dus Jan, ik geef het even aan jou of je enkele pointers hebt die je graag met de groep wilt delen, terwijl Aisje de breakout rooms klaarzet. Ja, helemaal goed. Dankjewel, Deborah. Inderdaad, ik focus me onder andere ook op fietsen binnen het consulaat. En dan is inderdaad, vooral de afgelopen tijd is er heel veel gebeurd rondom fietsen. We zijn natuurlijk allemaal binnen komen te zitten door het geval van COVID. En dat betekent dat we uiteindelijk veel meer de fiets zijn gaan pakken. Omdat dat nog de enige mogelijkheid was om even een luchtje te scheppen bij zo'n spreken. En een iets verdere actieradius te hebben dan het blokje om. Dat zie je ook in LA inderdaad. Heel veel fietsers die daar fietsen verkocht worden. Misschien even goed te noemen is dat er zijn best wel wat ambities inderdaad om ook vanuit Nederland te kijken, oké, hoe kunnen we daar met onze fietsarsenaal te hebben, fietswinkels of fietsmerken die bepaalde goede fiets verkopen, om daar ook te kijken hoe we in LA een vestiging zouden kunnen openen. Ik noem even niet namen nu, maar volgens mij is het wel interessant om dat te vermelden, dat inderdaad men erg zit na te denken om daar op te richten. Als het gaat om fietsen in LA, is het natuurlijk heel erg belangrijk dat fietsinfrastructuur beter wordt ingericht. Er zijn al een aantal steden in LA die zich, eigenlijk in steden in LA County die zich al best wel goed hebben georganiseerd rondom fietsen, zoals Santa Monica. De hele boulevard is heel goed ingericht als het gaat om fietsen. Maar juist de connectie tussen verschillende steden is nog een grote uitdaging. En na alle gesprekken die er ook gevoerd worden met de verschillende steden binnen LA County, zie je ook dat de eerste focus gaat natuurlijk wel zijn om binnen de eigen stad de infrastructuur verder op poten te zetten. Maar daarna de volgende stap gaat natuurlijk zijn om ook die connectie te leggen tussen de verschillende steden, zodat er ook een netwerk onderling ontstaat. Ik sluit hier even mee af, maar het is denk ik goed om te vermelden dat vanuit Nederland is de Dart Cycling Embassy heel erg trekkende om hun fietservaring rondom fietsinfrastructuur, maar ook gedrag rondom fietsen. Hoe kunnen we onszelf beter organiseren rondom fietsen, maar ook wat zijn eigenlijk incentives om de fiets te pakken? Dat DCE dat eigenlijk onder andere ook in LA binnenkort over het voetlicht gaat brengen. We hebben in januari en februari een aantal sessies georganiseerd die zich zullen richten op mobiliteit. En fiets is dan een van die sessies waarin we het gesprek aangaan met de steden in LA en de partners
die dus opdrachtgevers zijn rondom fietsinfrastructuur, om te kijken wat we kunnen doen om gezamenlijk onze ambities en onze kennis rondom fietsen ook daar te exploiteren en gezamenlijk samen te werken. Hier laat ik het even bij, want ik zie dat we richting de breakout kamers kunnen. Dat klopt toch, hè? In het chat. Of zie ik dat verkeerd? Nee, maar volgens mij ben je gemute. Ik zie je wel praten, maar... Dank je. It happens all the time. De nadelen van virtuele events. Dank Jan. Ik stel voor, iedereen die interesse heeft in fietsinfrastructuur, contacteer gerust Jan Top, die jullie net aan het woord hoorden van het consulaat. Daarnaast kunnen jullie ook een heel, heel goed webinar terugkijken dat Jan en Peter hebben co-georganiseerd in juni, was het? Of in mei? In juni. LA on the Move, waarin eigenlijk de infrastructuur in LA wordt belicht vanuit verschillende hoeken. Deze sessie, samen met alle sessies van de digitale missie rond sport en infrastructuur met focus op LA 2028, kunnen jullie allemaal terugvinden op YouTube op het kanaal NL in the USA. Dus voor diegenen van jullie die daar graag even terugkijken, dat is steeds mogelijk. Ik denk dat we klaar zijn voor de nieuwe breakout. Ik tel even samen met jullie af tot wanneer we het schermpje zien verschijnen, als ik het juist heb gezien. En dan worden jullie gereshuffled in de nieuwe kamer. There we go. Tot zo meteen.
Veel dank iedereen voor jullie heel, heel warme en leuke bijdrage. Het is leuk om te zien dat iedereen zo enthousiast is om de volgende slagen samen te maken. Ik zelf kijk er naar uit om met jullie op te volgen. Ik wil heel graag al ieder en elk van jullie bedanken, ook al onze partners bedanken. En ik geef graag het allerlaatste woord nog even kort aan Aafke Mak, die een fantastisch kansrapport aan eigenlijk het Nederlands MKB-landschap heeft afgeleverd. Dus Aafke, the floor is yours. Oeh, daar was ik natuurlijk niet helemaal op voorbereid, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik wil jullie bij deze van harte bedanken. Helaas hebben er wat mensen al moeten afzwaaien in verband met de tijd. Ook al is het in LA nu ontzettend vroeg. In Nederland is het toch al bijna etenstijd. Dus we zullen zorgen dat het kansenrapport via mail met jullie gedeeld wordt. Dan pakken we gewoon iedereen mee. Dat zullen we meteen hierna doen. We kijken er ontzettend naar uit om met jullie de volgende stappen te gaan vormgeven, zowel vanuit LA als vanuit Nederland. En vanuit ons ook heel veel dank richting het team wat in LA zit en wat vanmorgen om 7:00 wilde starten om met jullie dit op te zetten. Ik denk dat er ontzettend veel mooie kansen liggen en mooie thema's kunnen worden opgepakt. We hebben er heel veel zin in. Dus veel dank, weet ons te vinden en veel plezier met het kansrapport. En een fijne avond voor iedereen aan de Nederlandse kant en een fijne dag voor iedereen in LA en San Francisco. Veel dank.